Goedemorgen, welkom weer bij de Visdief. De afgelopen weken heb ik nauwelijks kunnen filmen vanwege drukte en vanwege slecht weer. Maar vanochtend sta ik midden in een fantastisch natuurgebied, namelijk de Biesbos. Hier achter me ligt een perceeltje moerasgebied waar ik de roerdomp hoop te zien. Nu heb ik hier al een uur staan posten en ik heb hem nog steeds niet gezien. Dus ik ben bang dat hij zich vanochtend niet laat zien, de rakker. Maar ik weet zeker dat hij hier zit, want dit is echt ideaal roerdompgebied. Kijk, water met riet en biezen. En dat allemaal een beetje afgewisseld met wat wilgen. Hier kan hij perfect jagen. Nou, het is eigenlijk niet het beste weer om roerdompen te zien. Het is een beetje miezerig. Het is 8 graden. Eigenlijk een beetje te warm. Het beste weer om roerdompen te zien, dat is vorst met een zonnetje. Lekker helder weer. Met wat ijs op het water. En dan gaat die roerdomp over het ijs scharrelen op zoek naar zijn prooien. Ja, en dan komt hij vanzelf wel tevoorschijn. Of hij staat zelfs te zonnen om een beetje op te warmen. Gelukkig heb ik nog beelden van voorgaande jaren van de roerdomp die ik hier heb gefilmd. Het was even heel kort. Hij streek neer in het water. Ik had zomaar een paar seconden de tijd om mijn camera te richten. Nou, dat lukte me nog net, want voordat ik het wist was hij alweer in het riet verdwenen. En een eentje verderop in de Biesbos, daar reed ik over een van die smalle weggetjes en zag ik opeens een zonnende roerdomp staan. Maar die heb ik van heel dichtbij kunnen filmen. Wat heb ik hier wel gezien en gehoord? Nou, dat is ook niet het minste. Een waterrol, altijd mooi. De settersanger, niet zeldzaam meer, maar een mooie waarneming. Ik hoorde wat pimpelmeesjes, de winterkoning, een roodbosje. Er zat een aalscholver hier in op het water. Grote zilverreiger en blauwe reiger liepen te jagen. Nou ja, zomaar wat moerasvogels die je hier geheid ziet wanneer je in de winter naar de Biesbos gaat.